Dag beste kijkers, ook deze week zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering van het Vlaams Belang. Na een wekenlange zoektocht werd de voortvluchtige militair Jurgen Konings dood teruggevonden. Hij laat familie en vrienden achter. Zij kunnen dan ook op heel wat medeleven rekenen. Hierover ga ik vandaag in gesprek met onze partijvoorzitter Tom van Grieken. Dag Tom. Dag Valérie. U liet hen ook uw medeleven weten, maar dat liep niet zoals verwacht. Nee, ik dacht na een maand media hetze en politieke recuperatie door vooral linkse politici tegen Jurgen Konings, een man die volgens mij eerder gewoon hulp nodig had in plaats van opgejaagd te worden als een stuk wild. Wel, na een maand hebben ze het levenloze lichaam van Jurgen Konings teruggevonden en ik dacht op mijn Facebookpagina een sereen berichtje te plaatsen. Als ik me niet vergis, was het de boodschappen veel sterkte aan de partner, kinderen, familie en vrienden van Jurgen Konings, rust in vrede. Maar blijkbaar was dat een brug te ver voor Facebook. Ze hebben niet alleen mijn bericht van medeleven verwijderd, ze hebben ook een bericht gestuurd dat mijn pagina op het punt staat om verwijderd te worden, wat toch heel verregaand is. Ja, inderdaad. Facebook die gebruiken eigenlijk als excuus hun reglement tegen terreurverheerlijking. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk, Valérie, omdat ja, dit was echt, zoals ik zei, een blijk van medeleven. Want in al die media-hitsen vergeet men wel eens dat de heer Konings nog een familie had, een partner, een kind. Dat zijn dingen waar je ook op zo'n moment moet durven bij stilstaan. En het is ook maar een flauw excuus van Facebook, want er zijn andere politici die gelijkaardige berichten hebben geplaatst. Zelfs de groot viroloog Mark van Ranst heeft een gelijkaardig bericht geplaatst, maar dat van hem werd uiteraard niet verwijderd. Het is volgens mij duidelijk dat Facebook vooral politiek incorrecte politici of politieke pagina's viseert. Het gaat volgens u dan ook allemaal om een breder kader, eigenlijk, waarbij er censuur eigenlijk tegen alles wat... Zonder meer, Valérie. Als we kijken naar het buitenland, ja, het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld een democratisch verkozen Amerikaans president, hoort mij hier, die gewoon van Facebook en van Twitter gegooid wordt. Het is mezelf ook al gebeurd op andere platformen. Twitter ben ik 2 weken gemuilkorfd geweest, maar ook dichter in eigen huis, dichter in eigen land. Ik denk aan de identitaire beweging, zijn van alle sociale media gegooid. Ook onze vrienden van de nationalistische actiegroep Voorpost zijn gecensureerd. Dus je ziet wel dat die CEO's van Big Tech, en dan bedoelen we Facebook, Twitter en Google, hun politiek correcte agenda opleggen en iedereen die buiten de lijntjes kleurt, ja, die worden gecensureerd en van hun platformen gegooid. En daarom, en dat is onze oplossing, moeten we wetgeving stemmen. Wetgeving waar we duidelijk zeggen tegen die CEO's van Facebook, Twitter en Google, je mag niks verwijderen van je platform, want jullie hebben de facto een monopolie, wanneer dat niet tegen de nationale wetgeving ingaat. De vrijheid van meningsuiting in ons land is al redelijk beperkt. Ja, we gaan toch niet CEO's van Facebook, Twitter en Google laten bepalen wat we wel of niet mogen zeggen. En gaan we daar dan zelf een voorstel aan indienen? Ja, we hebben zelf een voorstel ingediend, maar zoals je weet in België gaat alles heel traag, is momenteel nog in commissie. Maar laten we hopen dat dat wetsvoorstel wordt goedgekeurd. Maar veel belangrijker, dat is wat wij doen in de parlementen, maar alle kijkers van VBTV en alle sympathisanten kunnen ons ook volgen op alternatieve kanalen. Je kunt ons volgen op Telegram, maar ook WhatsApp. Want ik hoop dat die wetgeving er snel gestemd wordt, want misschien tegen dan wordt onze pagina wel verwijderd door Mark Zuckerberg. Ik hoop inderdaad mee dat die wetgeving zeer snel gestemd wordt. Ik ook. Bedankt voor het gesprek, toch? Graag gedaan. Onze reportage van deze week gaat over de lijn die dashcams verbiedt. Dit terwijl deze echt een hulpmiddel kunnen zijn in de strijd tegen agressieincidenten. Ons Vlaams parlementslid Philippe de Winter geeft verdere toelichting. De onveiligheid op het openbaar vervoer neemt alsmaar toe. Zeker de agressie tegen chauffeurs loopt de spuigaten uit. Vorig jaar waren er 25% meer gevallen van agressie en meer gevallen van werkonbekwaamheid dan het jaar ervoor. De chauffeurs zijn het beu, want de beveiliging die de lijn belooft voor hun chauffeurs, die is er nauwelijks. De camera's op de bussen werken niet, beveiligingspersoneel is er nauwelijks. En als de camera's werken, dan worden de beelden niet altijd gebruikt. Chauffeurs en het personeel van de lijn voelt zich aan zijn lot overgelaten. En daarom installeren ze zelf dashcams, zoals deze, in hun bussen om de ingang van hun bussen te filmen en op zijn minst eigen beeldmateriaal te hebben wanneer er daden van agressie en geweldpleging tegen chauffeurs aan de gang zijn. De lijn heeft die dashcams nu verboden. Men steekt de problemen nog liever in de doofpot dan daadwerkelijk op te treden en de chauffeurs te steunen in hun acties tegen
het geweld dat alsmaar toeneemt op het openbaar vervoer. Wij willen als Vlaams Belang geen doofpotpolitiek, maar een actieve politiek van meer veiligheid voor het personeel en zeker de chauffeurs van de lijn. Want een openbaar vervoer dat niet veilig is, is een slecht openbaar vervoer dat weinig reizigers en passagiers aantrekt en zeker oudere mensen ontraadt om het openbaar vervoer te nemen. Meer mobiliteit in Vlaanderen, een veilig openbaar vervoer is de eerste en belangrijkste voorwaarde. Dus ja aan de dashcams en nee aan de doofpotpolitiek van de lijn. Het is duidelijk dat de veiligheid van de chauffeurs van de lijn ten alle tijde prioritair moet zijn. Hopelijk komt er dan ook snel verbetering in hun situatie. Ons tweede thema van vandaag gaat over transgenders in de vrouwensport. Hierover ga ik in gesprek met Vlaams parlementslid Johan Dekmijn. Dag Johan. Dag Valerie. De Olympische Spelen zijn nog niet eens begonnen, maar er is toch al heel wat rond te doen. Wat is er net aan de hand? Wel, het Olympisch Comité heeft toegestaan dat er een atlete toegelaten wordt tot de competitie gewicht heffen. De vrouwencompetitie gewicht heffen. En de atlete is Laurel Hubbard. En Laurel Hubbard die heeft eigenlijk beslist op 35-jarige leeftijd om van geslacht te veranderen. Ze is van man, van geslacht veranderd, richting vrouw. Wat mij betreft geen probleem, maar natuurlijk in een competitie gelijk gewicht heffen zorgt dat voor problemen. En heel veel vrouwelijke atletes voelen zich onrecht aangedaan. Ze vinden dat er meer regels moeten komen. Ja, u refereert naar regels. Ik kan mij wel inbeelden dat er zowel voor mannencompetities als de vrouwencompetities dat er andere regels bestaan. Ja, er zijn andere regels sowieso en dat is ook logisch. Iedereen zal snappen dat een mannencompetitie natuurlijk soms er wel steviger aan toe gaat, dat de levels ook hoger zijn dan bij vrouwencompetities. Dat is in het algemeen zo. Oké, individueel zullen bepaalde mannen misschien minder goed zijn dan bepaalde vrouwen. Ik neem aan, als ik met u in de gang ga, een spurtje trekken, dat wel zo zal zijn dat jij misschien gaat winnen. Maar over het algemeen is het wel zo dat er regels moeten zijn. En er is een bepaalde regel die ingevoerd is door het Olympisch Comité. En dat gaat over testosteron. Dat is iets dat in je lijf zit. En bij mannen natuurlijk veel hoger is dan bij vrouwen. En de regel die ingevoerd is, die is eigenlijk 5 keren hoger dan een normaal vrouwelijke testosterongehalte. Dus als die vrouwelijke atlete die transgender is, gaat deelnemen aan zo'n gewichtheffencompetitie bij de vrouwen en die levels zijn eigenlijk 5 keer zo hoog als bij vrouwen, dan stelt zich een probleem. En het is niet alleen maar testosteron, het is ook het fysisch aspect. Ja, als je op latere leeftijd van geslacht verandert, als je van man-vrouw wordt, dan is er nog altijd dat spierweefsel, die kracht die erin zit. Dus je ziet van hier dat vrouwelijke atleten dit echt niet oké vinden. Ja, dat spreekt voor zich. Anna van Bellingen, zij is een van de twee Belgische gewichtsheffers in Tokio. Zij vindt ook dat er daardoor misbruik wordt gemaakt van de regels. Maar moet Hubbard dan uitgesloten worden, volgens u? Wel, klopt dat Anna van Bellingen in het publiek gereageerd heeft. En eigenlijk heeft ze zelf gezegd dat het een slechte grap was. Ik vind dat nogal ernstig klinken vanuit de mond van een vrouwelijke atlete. Het toont ook aan hoe zwaar dat ligt bij die vrouwelijke atletes die gaan moeten deelnemen aan, in hun ogen, een vervalste competitie. U vraagt of ik dan Hubbard wil uitsluiten? Nee, maar als hij wil deelnemen aan een competitie, mag hij van mij gerust in een competitie deelnemen, zoals de mannelijke competitie, waar de regels inderdaad anders zijn en dat er geen competitievervalsing zal zijn. Ik vind, en eigenlijk de meeste atleten in het wereldje vinden dat ook, dat die regels inderdaad een keer streng aangepakt moeten worden, een keer herbekeken moeten worden. En vandaar dat ik volgende week in de commissie van het Vlaams Parlement, minister Weitz, hierover ga ondervragen. Ik ga hem vragen hoe dat hij dit probleem kordaat zal aanpakken. Dat is heel duidelijk. Een eerlijke competitie blijft ook uiteraard zeer belangrijk. Klopt. Bedankt voor het gesprek, Johan. Graag gedaan. Bij deze zijn we dan ook weer bij het einde van onze uitzending gekomen. Bedankt om te kijken en graag tot de volgende keer.